Het grootste gedeelte van de verbouwing vindt in het bestaande Ahoy-gebouw plaats. Maar voor de locatie van het officiële startschot was toch gekozen voor de nieuwe aanbouw. De eerste heipaal werd geslagen, althans, dat was de bedoeling. Want het leek wel de laatste. Het is van de week al flink geheid, een beetje Rotterdams natuurlijk. De heistelling stond er, dus de aannemer dacht, gaan we vast beginnen. Dus ik geloof niet dat het helemaal de laatste is, maar ik geloof wel de ene laatste, ja. En het is te hopen dat de verbouwing het komende jaar net zo voortvarend zal gaan, want er valt geen tijd te verliezen. Planning is strak, want alles moet in Ahoy doorgaan. Dus ook de bouwactiviteiten moet daardoor in ieder geval een strakke planning gemaakt worden. Maar ik heb er alle vertrouwen in, dus we zijn vandaag op tijd begonnen, dus het wordt ook op tijd opgeleverd. Ik voel bij iedereen, gemeente Rotterdam, de opdrachtgever, de eigenaar van het gebouw, de aannemercombinatie onder leiding van de BAM en onze mensen, ja, dat die klik er is. En dat het wel af en toe best wel eventjes hard tegen hard zal gaan, maar dat geeft niet hoor bij zo'n proces. Tot januari 2011 wordt Ahoy voor een bedrag van ruim 40 miljoen euro grondig aangepakt. Achter de schermen wordt achterstallig onderhoud gepleegd, waar bezoekers niet zoveel van zullen merken, maar ook in de grote zaal verandert er iets. We hebben nu twee ringen, eerst een tweede ring en die lopen eigenlijk dood op de wand tegenover het podium. Dat wordt er echt doorgetrokken tot een echt theater, een U-vormige vorm. Waardoor de capaciteit, heel belangrijk, zal groeien van nu 10.000 mensen maximaal bij grote evenementen. Naar pakweg zo'n 13.500 en dat is wel heel belangrijk. Na het ABN AMRO tennistoernooi in februari gaat het sportpaleis dicht en wordt het dak verhoogd. Daardoor vinden tussen maart en september de grotere activiteiten in hal 1 plaats. Alleen voor het North Sea Jazz Festival wordt een uitzondering gemaakt.